Nou, als we hier binnenkomen zien we eigenlijk al mooi de darm plooien. Dus dat is de ringen in de darm. Er zijn allerlei plooien te zien. Verder zie je wat bloedvaatjes aan de wand. En als we dan een beetje verder lopen... We zien hier een voorbeeld van een polyp in de darm. Dus dat is zo'n paddenstoel waar ik het over had. En dit kan je vaak met een darmonderzoek meteen verwijderen, zodat we darmkanker mogelijk kunnen voorkomen. De maand maart staat in het teken van darmkanker. Patiënten kunnen deze week het Elisabeth Tweestedenziekenhuis bezoeken om meer te weten te komen over deze ziekte. Zo heeft het ziekenhuis een standje met informatie over voedsel klaargezet en is er een speciale opblaasbare darm geplaatst. Ja, eigenlijk ook voor patiënten om eens te zien van wat is de darm en wat zijn die polypen in de darm dan, hè, de voorlopers van darmkanker, om zo een beetje inzicht te krijgen in de darm. In het standje wordt vooral tentoongesteld wat belangrijk is om bijvoorbeeld darmkanker te kunnen voorkomen. Voeding, leefstijl, beweging. Volgens de artsen kunnen de mensen nog veel leren over darmkanker. Er zijn toch nog veel mensen die maar heel minimaal iets weten van wat is darmkanker en hoe zou je daar dan invloed op kunnen hebben om dat bijvoorbeeld te voorkomen. Darmkanker is de nummer 5 van meest voorkomende soorten kanker in Nederland. Er zijn 12.000 mensen per jaar die de diagnose krijgen en op deze manier willen we daar extra aandacht aan besteden. Darmkanker kan al vroegtijdig opgespoord worden dankzij het bevolkingsonderzoek. Het is daarom belangrijk om aan de bel te trekken als het lichaam bepaalde symptomen vertoont. Dus mensen die een sterk veranderd ontlastingspatroon hebben, die veelvuldig bloed bij de ontlasting hebben of veel afvallen zonder dat ze aan het diëten zijn, die willen we extra aansporen om naar de huisarts te gaan. Dat doen we om vroegtijdige polypen, dan wel vroeg stadium van een darmkanker, op te sporen. Zodat mensen eigenlijk een hele minimaal invasieve, zo noem je dat dan, behandeling kunnen krijgen. Dus een minder zware behandeling. Darmkanker valt te bestrijden als het op tijd wordt ontdekt. Als we het vroeg ontdekken is bij stadium 1 is 95% van alle mensen na 5 jaar nog in leven. Terwijl als wij laat bij zijn kan iemand uitzaaiingen krijgen en kan dat uiteindelijk een ongeneeslijke ziekte betekenen.